Dit is toch duidelijk een prachtige bibliotheek. Bibliotheek School 7 maakt kans op de wereldtitel Beste Bibliotheek. Vandaag is de top 5 van finalisten bekendgemaakt. Ja, overweldigend. Ja, we stuiterden hier met z'n allen door het gebouw toen we het nieuws hoorden. We hebben meegedaan vanuit het idee, doe eens gek, we proberen het gewoon. Maar dat we nu in een rijtje staan met een bibliotheek van Noorwegen, Brazilië, Singapore en de VS, is natuurlijk geweldig. De voormalige school uit 1905 stond nog geen 10 jaar geleden op de nominatie om gesloopt te worden. Ja, er zijn ooit geluiden geweest om het gebouw helemaal plat te gooien. Maar dat haalde het niet bij de Helderse bevolking, want Den Helder is erg gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zoveel mooie monumentale panden hebben we niet. Dus gelukkig is dit juweel voor Den Helder bewaard gebleven. Dit is natuurlijk ook een oud schoolgebouw. En dan pak je een oud schoolgebouw, heb je de oude elementen behouden. En dan gewoon een hele mooie bibliotheek ervan maken. Ja, ik denk al dat wij horen te winnen. Ik kom hier dagelijks om even mijn krantje te lezen. Ik zit hier heel lekker hoor. Ja. Dit is toch wel even een stukje luxe meer, hè? Vorig jaar al was School 7 de beste bibliotheek van Nederland. En reden genoeg voor een internationale jury om toevallig even langs te komen. Dat is heel spannend. We hebben in maart hebben we het Nationaal Bibliotheekcongres in Den Helder gehad. En daar bleek ook de complete jury bij te zijn. Gelukkig wisten we dat niet, anders waren we wel heel zenuwachtig geweest. En eigenlijk hoorden we tijdens dat congres ook toevallig over deze prijs. En wij dachten, doe eens gek, we gaan gewoon meedoen. En dit is het resultaat. Eind augustus wordt in Kuala Lumpur de beste bibliotheek van de wereld bekendgemaakt. Is dat een aanbieding voor een reisje? Dan kom ik kijken.